De gehele gemeenschap is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het milieu. Het is daarom belangrijk dat partijen samenwerken om plastic uit het milieu te houden. Met dit initiatief lopen de stichting Suresuur en Fernandes Bottling Company voorop. Sanisha Oltar, vertegenwoordiger van stichting Suresuur, wijst erop dat plastic op kort en lang termijn heel schadelijk kan zijn voor mens, dier en milieu. Tegen deze achtergrond is het bedrijf in 2015 begonnen om plastic uit de samenleving te halen en het recyclen te stimuleren. Oltar erkent dat dit doel niet makkelijk te behalen is, daarom moeten er vaker informatiesessies gehouden worden om de nodige bewustwording op gang te brengen. Door recyclebakken te plaatsen worden burgers gestimuleerd om plastic te scheiden van huisvuil. Plastic verteert niet, het gaat niet weg. Het blijft voor een hele lange periode op de grond, in de vuilophaalplekken, dus het verdwijnt niet. En met deze recyclebakken kunnen we plastic apart halen en iets nieuws ervan gaan maken. Dus we gaan het recyclen. En dat willen we stimuleren in Suriname door middel van deze bakken. Maar wat allemaal kunnen in deze bakken? In deze bakken kunnen alle plastic flessen, dus waterflessen, sapflessen, haarproducten kunnen, niet die producten zelf, maar die flessen en die bakjes waarin die producten komen. Aluminium blikken, geen bruine boter, dus geen etenswaren en zo. Die drinkblikken alleen, de sodafles, barbebier. Daarna kunnen ook wasverzachters, flessen, chloorflessen, olieflessen, maar ze moeten wel schoon zijn. Eden Sloten, Public Affairs and Communication Specialist van Fernandes Bottling Company NV, zegt dat ook Suriname moet meewerken aan een wereld zonder plastic. Als samenleving moeten we ervan bewust worden dat we in een wereld leven waar we een probleem hebben met verpakking en het afval dat daaruit komt. Daarom helpt Fernandes mee aan de oplossingen. Daarom gaan we ook samen met Suresuur werken aan het verzorgen van trainingen. Niet alleen in Brokkeponde, we beginnen vandaag in Brokkeponde omdat het project van CI daar de beste gelegenheid voor heeft geboden. Maar het was een landelijk programma. En Brokkeponde, en in dit geval Brownsweg, is dus de eerste locatie buiten Groot Paramaribo waar wij onze drop-off centers hebben geplaatst. En vanuit hier gaan we verder naar Klaaskreek, we gaan naar de andere districten en andere resorten. Dus het is een hele bijzondere gelegenheid voor ons vandaag om hier in Brownsweg mee te kunnen beginnen. Ik wil verder aangeven ook de reden waarom wij dit doen. We hebben een heel ambitieus doel bij Fernandes als onderdeel van de Coca-Cola Company. En dat is om in 2030 voor elke blik of elke fles die wij verkopen er één te recyclen. In te zamelen natuurlijk als eerst en dan te recyclen. Met de recyclebakken die gisteren in het dorp Brownsweg zijn geplaatst, zijn er in totaal 147 recyclebakken in heel Suriname. Het is de bedoeling dat er nog meer recyclebakken in de gemeenschappen worden geplaatst.